Ik ga hem eventjes uitleggen. Oké, hier komt hij. Je begint eigenlijk met hoovering knees. Dus de knieën blijven van de vloer. En je gaat heen en weer schommelen met de knieën. Doe je even 8 tellen. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu ga je met je knie naar je elleboog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu ga je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, een soort salsa pasje. Je kruist hem. Nu ga je omhoog springen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Als het goed is, voel je het nu best wel goed in je armen en ben je lekker buiten adem. Nu heb ik een variant voor als je hem liggend wil doen. Nu is deze niet per se moeilijker, want ze zijn alle twee best wel ingewikkeld. Maar je kan natuurlijk altijd wel je eigen moeilijkheidsgraad toevoegen of juist een beetje downscalen. Let vooral goed op je eigen lichaam. Maar je zou hem dus zo kunnen doen als je hem liggend doet. Maak weer dezelfde positie die je op de vloer zou maken. En nu met je elleboog tegen de vloer en je handen omhoog. Wat je doet, je gaat twisten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En controleer het vooral echt goed, hè. Nu heb je elleboog naar je knie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu ga je twisten en je benen strekken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu zou je hem zo kunnen doen. 1, 2, of je kan hem op de volgende manier doen. En dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En dan kan je balans houden als je wil. En dan ben je klaar. Heel goed.